de bedoeling van vandaag? Wij zijn met jongeren foto's aan het maken in het centrum. Van wat zij misschien anders willen. Of wat er goed is in het centrum. En daarmee gaan wij naar de gemeente om te kijken of dat er iets anders kan. En ook met jongeren dus. Gaan wij hier foto's maken van de smerigste, de leukste. En natuurlijk de gevaarlijkste plekken van Veendam. Was it right from the start? That you came looking after me to catch my heart. And you tried to catch me by surprise. Did you find what you were looking for? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. Nou, dit is het gevaarlijkste plekje van Veendam, want je weet niet wie hier voorrang heeft. En zoals je net zag, had hij er ook heel veel moeite mee om gewoon normaal te kunnen oversteken. Een zebrapad zou hier wel heel erg fijn zijn, denk ik. Is het hier ook altijd veilig dan om hier gewoon goed te zitten? Nee, omdat die stenen los zitten. En daar kan je vinger tussen staan, of nee, zitten. Minis. Dat is wel gevaarlijk dus. Ja. Dit is een hele vieze plek. Maar het is ook een hele gevaarlijke plek in Veendam. Aangezien veel jongeren hier op het dak gaan staan van het elektriciteitshuisje. Ja, en dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Dat is wel gevaarlijk, toch? Of niet? Ja, hij staat nooit op dus. Maar maakt het daarom dit ook tot een van de gevaarlijkste plekken van Veendam? Ik denk van wel. Als je naar beneden kijkt, zie je allemaal kapotte bierflesjes en zelfs een klein klein speelgoedpaardje wat er ligt. Dus dat maakt deze plek wel heel erg vies. Maar zoals ik net ook al zei, de jongeren gaan wel vaker op het dak hier staan. Maar dan zou je toch echt van deze reling tot naar de overkant moeten springen. En dat lijkt mij toch wel heel erg gevaarlijk met al dat glas op de grond en zo. Als je valt, dan heb je glas in je voeten. En de mooiste plek hier in Veendam. Nou, ik vind het winkelcentrum, want er zijn altijd heel veel mensen en het is altijd heel gezellig hier. Dus ja. Dan kun je wel lekker winkelen, zeg maar. Ja, en als het mooi weer is, kan je graag op het terras gaan zitten ijs eten of zo. Ja. Dat maakt het winkelcentrum wel gewoon mooi. Ja, gewoon leuke winkels. Ja. Wat vind jij hier de gevaarlijkste plek? Ik denk Borgsvold, want daar zijn wel heel veel enge mannetjes en een beetje gevaarlijk. Er zitten allemaal mensen te roken en zo, dus ja. Daar lopen liever niet in je eentje langs, zeg maar. Nee, nee. En wat vind jij de smerigste plek in Veendam? Dat parkje erachter, want daar zitten heel vaak mensen te blowen en te roken. En ja, iedereen gooit daar ook heel vaak blikjes en zo neer. Ja, dat maakt het niet mooier daar natuurlijk. Nee. Wat zie je hier? Je ziet een hele lelijke plek. Tussen het centrum heb je een hele open plek. Dus het is een niet mooie plek namelijk. Dus dit is het lelijkste plek in Veendam? Ja. Nou, ik werk hier tegenover, dus ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Maar ik hoop dat ze iets moois van maken in ieder geval. Het is nu wel gewoon lelijk, zeg maar. Nou, ik hoop dat of ze maken parkeerplaatsen van, of weer een nieuwe mooie winkel erin natuurlijk. Wat vind je het mooiste plekje van Veendam? Dat terrasje daar wel. Ja, waarom? Het was wel gezellig met de mensen en zo. Je kunt ook wel mooie mensen kijken en zo. Ja, het is wel gezellig. Dit hier is de gevaarlijkste plek van Veendam. Want als hier een keer een enorme hagelbui plaatsvindt, heb je kans op scherven op je hoofd of wat dan ook. Dus dat is niet echt prettig. Ook de trap is hier niet zo veilig, want de steen ligt helemaal los. Zoals je kunt zien, daar hangen veel jeugd. Dit wordt dus ook bestempeld als een van de gevaarlijkste plekken van Veendam. Maar de jeugd heeft gewoon geen betere plek om te gaan hangen, dus dan gaan ze hier maar heen. We hebben vandaag genoeg foto's gemaakt van Veendam, van de plekken. De filmpjes en de foto's komen te staan op jeugdplein.veendam. En we hopen dat de gemeente wat mee gaat doen.